Hotel Tiel heeft het druk. Wat gebeurt er allemaal op het ogenblik? En wat staat er nog op stapel? Ja, we zitten nog midden in de drukste week van het jaar, tot dusver. Helaas, de parkeerplaats is misschien net iets te klein op dit moment. Maar het hotel is uitgeboekt. De komende 3 nachten is er geen kamer meer te krijgen. Dus dat is lekker. En we sluiten de week af op zaterdag met een groot personeelsfeest van een van de lokale ondernemers hier in de omgeving. Voor de rest wordt het natuurlijk steeds drukker. We hebben net een nieuw concept geopend met het surprise menu. De chefstafel. Nou, hele leuke ontvangst gehad de laatste 2 weken dat we open zijn. En we zijn natuurlijk ook hard bezig met de wisseling van seizoenen. Wat ook voor ons weer betekent dat de wisseling van een menu. We gaan het algemene menu, het à la carte menu, aanpassen. Helemaal revitalizen. Maar we zijn ook bezig met het terrasmenu. Wat natuurlijk ook eerder weer open gaat. En we kijken ook al naar de asperges. Want door de warme winter die we dit jaar gehad hebben, zullen die dit jaar iets vroeger zijn dan normaal. Nou, met al die drukte ben ik ook in staat om versterking aan boord te halen voor het team. Dus ik heb ook een aantal goede gesprekken gehad met potentiële kandidaten voor Food and Beverage Manager. En dat is de manager die de restaurants en alle eten gerelateerde activiteiten onder zich heeft. Hotel Tiel beschikt over de Bavaria Bar, een sfeervol bruin café wat zich prima leent voor feest of een reunie. Zo ook voor de oud-bezoekers van de Tielse uitgaansgelegenheden, het koffiehuis en de Koele Bron. Er wordt namelijk een reunie georganiseerd in de Bavaria Bar. Ja, waarom een reunie? Dat is eigenlijk gekomen. Het is voor velen een belangrijke fase uit onze jeugd. En vaak is het toch zo dat op de avonden dat zeg maar het oud Tiel bij elkaar is, bijvoorbeeld tijdens Appelpop of Koningsdag, dat toch vaak weer het gesprek terugkomt uit die koffiehuis Koele Bron periode. Oude tijden herleven. De eerste herinnering die bij mij naar boven komt uit die periode is vooral het enorme plezier dat we hadden met het personeel. Dat was echt geweldig. Never gonna give you up. Je kan informatie vinden over de reunie op onze Facebookpagina, Reunie Koffiehuis Koele Bron. Daarnaast hebben we dan de website in het leven geroepen, www.koffiehuiskoelebron.nl. Op die site kan je ook de kaarten bestellen voor de avond van 21 mei. Let wel op, dat kan alleen maar digitaal, dus vanaf onze site. Op de avond zelf, 21 mei, is het niet mogelijk om kaarten te kopen. Dus dat moet echt alleen in de voorverkoop. Hotel Tiel introduceert een nieuw uniek concept, de chefstafel. Het unieke aan de chefstafel is dat ik als kok aan tafel kom bij de gast en de vragen wat ze wel of niet lusten. En aan de hand daarvan dan maak ik een verrassingsmenu bestaande uit kleine hapjes, 3 gangen tot en met 6 gangen. De chefstafel is verrassend en gezellig met de chef aan tafel en overheerlijke gerechten. Speciaal voor jou en je gezelschap. Informeer ernaar als je binnenkort een hapje komt eten in Hotel Tiel. Hoi, daar ben ik weer. We zijn nog steeds in volle gang met de voorbereidingen voor onze paasdagen hier in Hotel Tiel. Een aantal van mijn collega's hebben de paasaas al gezien. Nou ja, naast het eieren zoeken hebben we ook verschillende andere kinderactiviteiten. Zoals een springkussen of sminken. We hebben ook een tip waar het gouden ei verstopt ligt. Ik lig om het hoekje. Kom allemaal hier in Hotel Tiel tijdens de paasdagen. Tot dan, doei! En het zwembad komt terug in Hotel Tiel op korte termijn. Dit wordt gerealiseerd vanaf heden tot aan de bouwvak. En meer daarover zie je in de volgende aflevering van Op de Hoogte.